Een half jaar bondscoach, verandert er dan veel in een mensenleven eigenlijk? Nou, misschien in een mensenleven van anderen wel. Mijn leven niet zo heel veel. Ik heb mijn werk bestaat voor een groot gedeelte uit een eigen stal thuis. En werk wat ik dan noem buitenshuis. Dat was in het verleden altijd veel in het buitenland. En dat is nu zo opgevuld met bondscoach zijn. Ja. Dan verandert er toch iets. Het werk thuis is in de buurt van Apeldoorn nog steeds, neem ik gewoon aan. Nu heeft u natuurlijk intensief contact met alle dressuurrijders. Ja, dat contact was er natuurlijk voor die tijd al. We kennen elkaar natuurlijk allemaal lange tijd, maar nu is het wel intenser. We zien elkaar vaker. Niet alleen op concours, ook bij stalbezoeken en bij trainingen en dergelijke. Dat klopt. En hoe bevalt dat eigenlijk? Heel goed. Ja, heel goed. Waarom eigenlijk? Ja, nou ja, werken met topmensen is natuurlijk het leukste wat er is. Mensen die net zo bezeten zijn van samenwerken met een dier als ik zelf ben. En dat dan op het hoogste niveau doen, dat is natuurlijk het leukste wat je kan wensen. Wat ik me kan wensen. U heeft ook jarenlang ervaring. U heeft zelf toppaarden afgeleverd, zelf gereden. Wie zijn de toppers nu eigenlijk? En wat is uw inschatting nu u ze nog beter heeft leren kennen? Ja, weet je wat het nadeel is? Als je namen gaat noemen, dan vergeet je natuurlijk één of twee. Hè? Dus alle mensen die in de kaders zitten, in de Olympisch kader zitten, dat zijn eigenlijk allemaal toppers. En er zijn een aantal nieuwe die eraan komen met nieuwe paarden. En nogmaals, ik vind het niet leuk om dan één naam te noemen en dan ben je er net één of twee vergeten. Dat zou zo onsympathiek overkomen, terwijl dat absoluut geen opzet zou zijn. Maar we hebben in onze kaders gewoon een aantal ruiters zitten met goede paarden, met ervaren paarden. En van die kaderruiters zijn een aantal met jongere paarden. Die echt goed op weg zijn en die er echt aankomen. U heeft helemaal gelijk, maar mag ik er zelf dan eentje uithalen? Want er is toch wel een beetje de geruchtenmachine over Edward Gal met zijn nieuwe paard. Dit wordt zijn tweede internationale wedstrijd. Waar gaat hij dan in de driester gaat hij rijden? Dat is best spannend eigenlijk als iemand op een nieuw, relatief jong paard zulke hoge scores al rijdt. Ja, we moeten natuurlijk afwachten hoe dat gaat. Maar ik heb er wel heel veel verwachtingen van, hoor. Dat is duidelijk. Want als je mij nou vraagt wat is nou het meest in het oog springende paard voor de toekomst, dan had ik wel die ook genoemd. Zonder een van de andere ruiters daar tekort mee te willen doen. Dat begrijp je. En zeker hun paarden niet. Maar ja, het is nog een heel jong paard. 9 jaar Grand Prix is voor dressuur een heel jong paard. Zelfs met springen is dat geloof ik ook nog heel jong. Maar dat is natuurlijk niet zo mijn afdeling. Maar ik heb er heel veel hoop en heel veel verwachtingen van dat dat goed gaat komen. Maar we moeten maar kijken hoe dat gaat. Wat zijn uw verwachtingen eigenlijk van dit CHO? Wat heeft u een. Kijk, er staat een behoorlijke reputatie van het Nederlands team altijd. En ook individueel. Er ligt ook wel wat druk op. Ja, nou ja, ik druk voel ik niet. Daar heb ik geen last van. Dat ken ik niet in die geval. Dat heeft allemaal geen zin ook, vind ik. Maar ja, je wilt wel het beste eruit halen wat erin zit natuurlijk. En dat willen alle ruiters natuurlijk. Dus ik bedoel, we zijn ons wel bewust van het feit dat we moeten proberen hier optimaal te strijden. En zo goed mogelijk voor de dag te komen. Welke combinaties gaan de mensen zien uit Nederland? Diederik van Silverhout met een vrij nieuw paard met Four Seasons. Hans-Peter Minderhout met Johnson, die kennen we natuurlijk al een tijdje. Madeleine Witte met Sennin. En Edward Gal in de landenwedstrijd, de Nation Cup, rijdt hij Voice nog. En met zijn jongere paard rijdt hij dus met Zonnik rijdt hij de Driester Grand Prix. Dat is trouwens dezelfde proef, hè? Het is alleen een andere wedstrijd. Begrijp je? Maar het is dezelfde opgave die de paarden lopen en die de ruiters en de paarden moeten doen. Ja, het is gewoon met een andere sterrenklassering eigenlijk. Maar hij kan minstens zo goed daar presteren als elders natuurlijk. Ja, andere sterren is alleen dat het een andere wedstrijd is. Maar het is dezelfde proef, dezelfde juryleden zelf. Dus daarom is het voor mij ook fijn. En zoals je waarschijnlijk weet is dit een observatiewedstrijd voor de bondscoaches om te kijken, voor ons als Nederland, om te kijken waar de ruiters het optimaal gaan presteren. Want dit jaar heeft natuurlijk de EK naast de Nation Cup de hoogste prioriteit. Daar streven we natuurlijk naartoe om daar ook weer zo goed mogelijk voor de dag te komen. In Zweden toch? Gothenburg? Ja, Gothenburg. Het moet fantastisch om daarmee bezig te zijn. De luxe positie om zulke goede ruiters te hebben en een keuze te kunnen maken. Nou, dat is zo. Dat is zo. Het is ook ontzettend leuk. Ik ben er erg blij mee met deze baan. Ja, dat klopt. Mag ik toch nog twee namen eruit halen? Eén, zeg maar, hele grote altijd geweest. Adelinde Cornelissen. Parsifal is natuurlijk met pensioen. Is er al een soort nieuws op dat front waar het heen gaat? Ja, Adelinde heeft ook een heel goed paard. Daar zit ze ook mee in het kader. En de vierde die ik nu ingezet heb hier voor de Nation Cup, dus Diederik van Silverhout, dat hadden ook drie anderen kunnen zijn. Die echt om elkaar hangen qua punten. En op een gegeven moment neem je een beslissing die ik even voor mezelf hou, waarom ik die beslissing genomen heb. Omdat ik iets wil bekijken hoe dat dan gaat. Hè, maar in principe hadden daar drie anderen, want Patrick van der Meer die had daar kunnen zijn. Adeline Cornelis had er kunnen zijn met Akido. En er is nog een andere die er ook nog had kunnen zijn in plaats van die. Danielle Heikoop misschien wel? Danielle Heikoop met Siro, dat was natuurlijk ook één geweest. Ja. Nu woont u al zo lang in Apeldoorn volgens mij, maar uw geboortegrond is hier toch?
Klopt, ik ben Rotterdammer. Ja, ja. En Feyenoorder. Ja, nou, proficiat. Ja, dank je. leuk seizoen geweest. Tweede keer tijd. Ja. Ja, nee, maar ik zie meteen die glimlach als u zegt Rotterdammer. U heeft volgens mij hier ook op het CAO gereden. Dit is toch... Hoe is dit? Dit is de thuiswedstrijd voor u? Ja, dat is heel erg een thuiswedstrijd voor mij. Want buiten dat ik dus Rotterdammer ben en mijn eerste gedeelte van mijn opleiding gedaan heb terwijl ik in Rotterdam woonde, heb ik later, dat had niks meer met mijn opleiding te maken, maar de man die je net zag is degene die mij toen naar deze manege gehaald heeft. Heb ik 4 jaar op deze manege, want de Rotterdamse manege is gewoon ook een manegebedrijf. Daar heb ik 4 jaar gewerkt en daarna zijn we voor onszelf begonnen. Dus ik heb buiten dat ik Rotterdammer ben en Rotterdam een warm hart toedraag, ook nog heel specifieke band met deze stal. Want hier heb ik 4 jaar gewerkt en ik ken natuurlijk heel veel mensen die hier rondlopen. Eigenlijk ziet u uw eigen voetstappen nog liggen? Beetje wel, ja. Ja, ja, ja. Maakt dat nog een verschil voor die wedstrijd? Geeft het nog iets extra's? Ja, voor jezelf een gevoel. Dus de wedstrijd is hetzelfde. Als je in de proef zit, dan is het voor de ruiters of voor jezelf precies eender. Maar de sfeer om hier naartoe komt, het gevoel als je hier naartoe komt, is wel heel leuk. Het is wel heel bijzonder, ja. Iets algemeen nog een laatste vraag. Hoe zit het voor met het deelnemersveld buiten Nederland? Is het eigenlijk een forse concurrentie hier? Ja, er is een nog iets grotere concurrentie dan de afgelopen jaren. Het is altijd jammer dat de Duitsers hier niet een A-team naartoe kunnen sturen. Waarom zeg ik kunnen? Want die hebben net als wij hun eigen selectieprocedure. En ik heb nog wel een keer in mijn achterhoofd zitten, omdat ik een keer met mijn collega's uit het buitenland ga praten. Dat we proberen die afstemming van die internationale concoursen nog iets beter te krijgen. Dat niet in Nederland altijd het Nederlands team wint, in Duitsland altijd in Duitsland enzovoort, begrijp je? Dus dat is een plan wat ik ergens nog in mijn hoofd heb. Maar dat heeft puur ook te maken met het feit dat je 1 internationaal groot kampioenschap hebt. Of een EK, of een WK, of een Olympische Spelen. In onze sport heb je 1 kampioenschap per jaar. Daar moet je natuurlijk optimaal presteren. Dus daar moet je je selecties naartoe maken en je observaties naartoe maken. Nou, het is logisch dat je in je eigen land je beste ruiters op je eigen CHIO wilt hebben. Dus de Duitsers rijden in Aken. Wij hebben de week voor Aken, hebben wij onze Nederlands kampioenschap. Daar wil je ook je beste ruiters laten rijden. Dus het is niet altijd heel makkelijk om te zeggen, nou, dan gaan we met ons beste team naar Aken en ons beste team naar Rotterdam en ons beste team naar de EK. Wij zijn natuurlijk, buiten dat we die sport graag doen, ontzettend gek op die paarden. En je moet ze met zoveel verstand en beleid en liefde behandelen, dat heel belangrijk is dat je ze niet overneemt, dat je ze niet overtraint. En dat je niet een paard op een kampioenschap hebt waarvan je zegt, nou, die vindt het niet echt prettig meer, die vindt het niet leuk meer. En toch is de concurrentie misschien wel groter dan vorig jaar? Denk het wel. Meer landenteams en meer, ja. Maar dat moeten we altijd afwachten. Maar aan wie denkt u dan specifiek? Nou, ik denk toch wel dat de Denen hebben een sterk team. De Amerikanen zijn hier weer met een sterk team, net als vorig jaar. En de Zweden komen ook weer op. Dus we hebben toch wel veel concurrentie. Zet hem op. Dat doen we zeker, dank je.